En even naar Terneuzen voor vlees te gaan halen. Voor het offerfeest. Het is nu al de derde dag. En het is heel moeilijk om halal vlees te vinden. Halal schapenvlees. Dus in Albert Heijn is er wel kip en zo. Maar bon, dat is het halal vlees die niet net geslacht geweest is. Dus even naar een beenhouwer in Terneuzen. Die dat vanaf vandaag ter beschikking zou moeten hebben. Dus daar even een stuk schapenvlees gaan halen en wat lever en zo. Voilà, ik heb hier een kilo halal schapenvlees kunnen kopen. Dus gisteren geslacht. Dat kost hier 10 euro. Dus ik heb 10 euro en half betaald. Voor dat vlees. Natuurlijk, we zitten nu al een derde dag, dus het was ideaal geweest om ze gisteren te hebben, dat vlees, maar bon, dat was niet mogelijk. Dus maar bon, het is halal geslacht en het probleem is, hier in Zeeuws-Vlaanderen, die distributie moet komen langs hier en dan moet je nog een stuk van België doen. En het is ook de enige beenhouwerij van heel de streek hier die ik gevonden heb. Vorig jaar was dat ook al zo. We kunnen straks het offerfeest vieren. Dat is een heel belangrijk moment. Nee, ik zeg, men moet het doen met de riemen dat men heeft. Er was redelijk veel volk bij die slager. Want het vlees is pas vanaf vandaag beschikbaar. Dat maakt het wel moeilijk, want vorig jaar hadden we een dag vroeger het vlees. Dus nu, voor de derde dag en ook, het is moeilijk te krijgen. Voor de lever kon men niet krijgen en zo. Dus dat is het enige aanbod dat er was. Maar bon, we doen hetgeen dat er beschikbaar is. Zoals men hier zit, ik ben in Nederland. Hè. Als er een caravan tegenkomt, je weet direct dat je in Nederland bent. Hier langs het hier gaan.